middag, YouTube, avond of wanneer, welke tijd je het ook kijkt. Een tijdje terug zag ik op Facebook en op de Swoosh website dat ze dus allemaal van die leuke kerstsmaakjes hebben. Ik heb er van de 8 heb ik er 7 gekocht. De tabaksmaak heb ik laten staan. Ik hou niet meer van tabaksmaken. Dus als je dat wil weten, hoe dat smaakt, vind iemand die nog tabaksmaken lust en vraag die persoon. Ik heb hiervoor alle 7. Ik heb 7 van de 8 gekocht. In de smaken. Dus even kijken. Als ik even alles netjes inzet. Baked apple, cinnamon, roasted almonds, panna cotta, speculatus, marsepein en gingerbread. Oeh, gingerbread. Ik hou niet van gember. Maar dat is de kerstlijn van Flavortag. Ik heb in 9 milligram nicotine gekocht. De 6 milligram beviel mij toch niet zo heel erg. Van 18 naar 6 gaan ging voor mij te snel. Ik ga ze in de komende week allemaal beoordelen. Maar ik ben eigenlijk zelf het meest benieuwd naar de marsepein. De panettone, niet panna cotta, maar panettone. Dus schijnt een Italiaans kerstcake iets-achtig te zijn. En speculaas. Ik hou van speculaasjes. Maar die andere komen een andere keer. Ja, ik heb mijn drippen klaargezet op Emiel's kangertag. Ik heb al single coin. Op een of andere manier vind ik het prettiger. Want anders wordt de hommage te laag. Ik heb er al een mooie wik in gedaan. Dus we gaan beginnen met de marsepein. Ja, nog helemaal nieuw in de doos. Ik heb ze ook nog niet geprobeerd. Dus echt, jullie zijn... Ik volg echt sap mijn ervaring. Nou, eens even kijken. Strook, strook, strook. Wachten, strook, strook. Zorg dat je wik goed vochtig is. In een dripper, zo. Strook, strook, streel, strook. Streel, strook. Beetje in de wel. Ja, ik denk dat dat wel voldoende is. Hij ruikt apart. Even kijken dat we de top er goed op zet. Want hij heeft 2 standen. Dual en single coil. Dus ik moet zorgen dat mijn ene luchtgat open is en mijn andere dicht. Dus andersom. Dat is wel handig dat het luchtgat open is waar mijn coil zit. Anders gebeurt er nog niks. Nou, we gaan het proberen. Eens even kijken. Op wat voor wattage zal ik het doen? Ik begin eens eventjes met... Het is een 0,3. Dus ik begin met... 30. Oh, 30 zei ik. Nou. Iets te veel vloeistof in gedaan, komt er vloeistof mee omhoog. Iets te laag wattage denk ik nog. Hij smaakt wel. Oh, anders een kant op. Hij heeft inderdaad wel wat weg van marsepein. Ik ben echt zelf helemaal gek op marsepein. 35 watt. Wat zoeter verwacht. Want marsepein is echt meer en meer zoet altijd. Maar dit smaakt meer zeg maar naar dat echte goede kwaliteit marsepein die wij een godsvermogen voor betaalt. Nog ietsje hoger, 37,5 proberen. Want echt wat duurdere marsepein zeg maar waar geen smaak doorheen zit wat je ook kan gebruiken voor versieren van taart en zo. De echt wat betere kwaliteit die is wat minder meer zoet dan wat je in de supermarkt zeg maar rond Sinterklaas kan kopen. Ja,
Nee, niet verkeerd. Het, ja, inderdaad wat meer richting amandel. Dus de echte goede amandelspijs. Marsepein is echt amandelspijs. Het komt inderdaad meer in de buurt van amandelspijs dan echt marsepein. Ik vind wat minder zoet. Dus, ja, hij heeft wat zoete boventonen. En met uitademen dan proef je toch wat meer dat nootjes amandel idee. Ik ga nog één keer nog even iets hoger zetten. 40 watt. Ik vind hem niet verkeerd. Hij is niet verkeerd. Ik denk niet dat het een daily vape gaat worden voor mij. Maar voor af en toe dit flesje opdompen, daar heb ik absoluut geen probleem mee. Ja, ik vind hem wel lekker. Ja, wat meer, zoals ik al zei, wat meer richting amandelspijs dan marsepein. Dus je hebt inderdaad wat meer dat nootjes achtergrond. Dus niet echt, het zit echt op de achtergrond, proef je het een beetje. Zeker op wat hoger wattage. Als je hem op een lage wattage doet, dan proef je wat meer de zoetigheid. Maar ik vind hem niet verkeerd. Geen heel erg overweldigende smaak. Maar niet verkeerd. Nee, niet verkeerd. Ik denk dat er nog een paar ijsjes in zit. Ja. Komt ook een lekker wolkje vanaf. Is voor mij persoonlijk niet het belangrijkste. Veel wolken. Ja, nee, niet verkeerd. Nou, nu die wat warmer wordt, is het, wordt hij wat zoeter. Toch weer. Ja, niet verkeerd. Absoluut niet verkeerd. Is wel lekker. Hij had wel een beetje marsepeinig. Ja, maar dan zeg maar echt wel zonder de kleur en smaakstof. Oh, nu is hij bijna op. Ja, daar is op. Nou, ik ga mijn driptips schoonmaken, een nieuwe wick erin doen. En dan gaan we aan de volgende smaak beginnen. Daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Dus jullie zien me zo weer terug. Zo, nou daar ben ik weer. Nieuwe wick in mijn driptip. En ik ga voor de panettone. Volgens de website is dat een Italiaanse cake met allerlei dingetjes doorheen. Echt zo'n kerstcake met... Vruchies en rozijnen en dat soort dingen. Wel een mooi kleurtje. Dus. Zie je hem open nu? Juist. Nou, daar gaan we weer. Ja, ruikt wel lekker. Nou, ziet er net zo lekker uit als hij smaakt. En even kijken hoe deze zo. Die dicht, deze open. Huppatee. En even weer wat hoger wattage zetten. Met de coil schoongebrand op 20 watt. Dat moet je niet te hoog doen. Dus, 20,5. Eerst ijsje. Zoet. Heel zoet. Lekker. Zoet.
Sorry jongens. Iets te veel vloeistof erop gedaan. Ik hou absoluut niet van de smaak van vloeistof in mijn mond. Ik vind het heerlijk om te dampen, maar die vloeistof zelf, nee. Maar hij smaakt erg lekker. Ja, te veel erin gedaan. Maar, inderdaad, kerstbrood, kerstcake, zoet. Je proeft inderdaad wat rozijnen, wat, ja, van hoe heet die vruchtjes nou, die geconfijte vruchtjes, die... ja, geconfijte vruchtjes, een beetje cake, inderdaad. Het heeft inderdaad wat meer weg inderdaad van een cake dan van, zeg maar, kerstbrood, wat wij hier in Nederland kennen, zeg maar, dat waar de spijs in zit en zo. Dit is echt meer cake. Erg lekker. Een beetje, ja, je proeft een beetje gedroogde kersen, cake, een beetje kaneel, rozijnen. Ik ga hem even wat hoger zetten. Ik vind deze erg lekker. Dit, ja. Ja. Nou, deze. Ik denk welke van mijn tanks het leegst. Ik denk dat deze dadelijk wel in een van mijn tanks verdwijnt. Nee, hij is een beetje... hij is niet... In de eerste instantie had ik zoiets van... Oeh, zoet, zoet, zoet. Maar ja, als je van een beetje zoetigheid houdt... is het wel... valt wel mee. Ja, hij heeft een beetje... toch iets van een nootje. Een beetje gedroogde kersen. Rozijntjes. Krentjes en dat soort dingen. Een beetje cake. Wel de zoetigheid van echte gedroogde vruchten erdoorheen. Maar niet echt zoet van suikerzoet. Het is echt de gedroogde vruchtenzoet. Ik vind hem erg lekker. Ik denk als dadelijk, volgens mij was mijn appeltaart bijna leeg. Ik denk dat die dan erin gaat. Deze vind ik erg lekker. Ook met deze, als je hem, hoe hoger je hem zet, hoe meer je de wat hartigere tonen proeft. En hoe lager, hoe wat meer je de zoetigheid. ohm. 42,5 watt nu. Ja, nee, deze. Ik vind hem, de verschillende smaken en de verschillende tonen van deze vloeistof vind ik goed in balans. Ja, erg lekker. Zeker, je komt er zeker wel in de kerstsfeer. Dat is zeker weten. Oeh, hij is echt heel lekker. Ja. Ja, je proeft... Het doet me een beetje denken. Ja, wat doet me aan denken? Ja, aan een van die kerstcakes die mijn oma vroeger maakte. Echt heel lang geleden. Je ziet ze eigenlijk bijna nooit meer. Maar inderdaad, met al die gedroogde vruchtjes erin en zo. Alleen deze heeft dan nog een hint van kaneel. Een beetje zoet, heel zoet. Ja, zeg maar alles wat in een kerstbrood zit, alleen dan in een cake. Met kaneel. Ja, erg lekker. Ja, 42,5 is ook een goede... Dan proef je echt de verschillende lagen erin. Als je inhaleert, dan heb je wat zoetere tonen. En als je dan uitademt, dan heb je echt wat meer dan wat hartige. Dat is wel best wel... Dat vind ik af en toe wel leuk in bepaalde soorten vloeistoffen. Dat als je verschillende wattages en met inademen en met uitademen... je verschillende soorten smaken proeft. Dat is, ja, dat was hem. Ja, draai het. Ja, hij is op. nee, dat vind ik zeker, dat is eigenlijk ook wel echt het voordeel van dampen. De verschillende smaken en de verschillende smaaksensaties
in een bepaalde soort vloeistof. Dat je zeg maar... Ja, dat is ook al instellen dat je soms wat iets anders proeft. Dan wat, ik speel heel erg veel met mijn wattage. En dan zet ik hem omhoog en dan weer omlaag. En dat je gewoon echt een meerdere lagen van een vloeistof proeft. Dat vind ik altijd wel heel erg heel fijn. Ik vind deze een zeer geslaagde vloeistof. Panettone van Flevertig. Ik ga mijn dripper weer schoonmaken en een nieuwe wick erin stoppen. En dan zie ik jullie zo meteen voor de laatste. De speculatius. 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 Zijn we weer? De laatste. Dripper staat weer klaar. We gaan het doosje openmaken. De Speculatius Christmas Edition. Ik vind die pakjes ook zo leuk. Moet je kijken, zo lekker vrolijk. Kerstmeruggers. Je komt echt van in een kerstsfeer. Draag ik me gewoon hier. Kerstmis. Redelijk heldere vloeistof. Kindersluiting, nou echt serieus. Ik heb altijd een neiging om er te veel in te doen. Dat kan je er langer mee doen, maar ik kan beter vaker bijvullen. Maar oké, ik kom er vanzelf alweer achter. Die zit daar, dus dan moet deze zo. Yes. Nou, de speculatius. Oftewel speculaasjes. Speculaasjes zijn lekker. Apart. Mint. Oeh, ik had echt verwacht dat het op de Nederlandse speculaasjes zou lijken. Maar dat doet het dus niet. Ja, wel een beetje. Maar niet echt speculaasjes. Wel de specerijen en zo. Geen mint, sterrenijs. Specerijen en zo, maar in andere verhoudingen dan wij in onze Nederlandse speculaasjes kennen. Ik vind hem wat, hij is wat frisser. In eerste dacht ik dat ik mint proefde, maar het was... Leuk joh, telefoon. Het was meer sterrenijs. Hey. Dat was op 30 watt. Ik ga hem even weer wat hoger zetten. Ja. Eigenlijk, ik proef eigenlijk voornamelijk de sterrenijs. Ook op 35 watt. Oh, 41. Ja, op hoge wattage proef je toch wat meer diepte. Maar blijf je sterrenijs proeven. Dus ik ga even een slokje thee nemen. Misschien dat het daaraan ligt. Want ja, anijs is toch best wel een overweldigende smaak. Want toen zag je Emiel langslopen, die verwachtte een van zijn bandleden. Ja, nee, toch nog blijf ik... Wat meer, ja, echt wel de sterrenijs proeven. Het is inderdaad wel een best wel kerstmerig smaakje. Ik probeer meer tonen om te vinden dan sterrenijs. Dus misschien nog wat hoger. Je proeft wel wat van kruiden,
Maar ik kan ze naast de sterrenlijst niet echt plaatsen. Het heeft wel meer diepte in zich dan alleen. Maar. Ja, ik vind het eigenlijk meer naar een warme melk met anijs en honing smaken dan een speculaas. En ja, warme melk met anijs en honing, dat is ook. Ja, daar heb ik echt als kind gewoon hele goede herinneringen aan rond de koude tijden. Kwam ik bij oma en dan kreeg mijn ouders gluwijn en ik kreeg warme melk met anijs en een grote schep honing. En daar was ik echt gek op. En daar vind ik het eigenlijk meer naar smaken dan dat ik het naar speculaasjes vind smaken. Ja, maar als je inderdaad warme melk met honing en anijs met een speculaasje erbij, dat, ja, die combinatie klopt wel. Niet verkeerd. Ik dacht speculaaskoekjes. Is het niet? Totaal niet. Maar hij is niet verkeerd. Deze die kan ik ook wel echt wel opdampen. Ja. Ik van de drie die ik net heb gehad. De marsepein. Ik ben zo slecht in namen. Van de marsepein, de panettone en dan de speculatius. Vind ik de panettone het lekkerst. Marsepein vind ik eigenlijk, na de andere twee geproefd hebben, toch wel de minst smaaksensatie geven. Hij is niet vies of zo. Maar ja, ik vond toch de panettone en de speculatius wat meer diepte hebben in de smaak. Moet ik ook zeggen, marsepein zelf heeft ook niet zo heel veel verschillende smaken erin zitten. Het is gewoon amandelspijs en met een beetje witte bonen en dat is het. Ja, dus misschien als je echt gek bent op amandelen en op amandelspijs is dat een hele lekkere. Ik ben er gek op, maar ja, ik vind hem niet helemaal. En de speculaatjes, ga er niet vanuit dat de speculaatjes smaakt. Ga er meer vanuit dat het richting anijsmelk smaakt, dan kom je al in de goede richting. Dat waren de eerste drie. Ik kom binnenkort terug voor de andere vier. Of ik het een 2x2 doe of 4 tegelijk, dat merk je vanzelf wel. In ieder geval nog een hele fijne dag nog. En tot de volgende keer.